De douanebond is vanmorgen in beraad gegaan naar aanleiding van aangekondigde mutaties bij de douanedienst. Deze mutaties zijn intussen aangehouden door tussenkomst van de minister van Financiën. Dit meldt de douanebond die vandaag hieromtrent een spoedalgemene ledenvergadering heeft belegd. Bondsvoorzitter Joyce de Vlucht zegt dat minister Gilmore Hoefdraad via de app heeft bevestigd dat de mutaties tot zijn terugkeer worden aangehouden. Het kan er bij de bond niet in dat het diensthoofd August van Lobrecht tegen het bondsbestuur heeft gezegd zich niet te zullen houden aan het mutatiebeleid en dus ook het douaneakkoord. De Vlucht benadrukt dat de vakbond niet tegen mutatie is. Het moet sowieso, maar het mutatiebeleid die geeft duidelijk aan dat de bond erbij betrokken wordt. In en na overleg met de bond. En dat is precies het probleem, want deze leiding geeft aan, meneer Van Lobrecht geeft aan, dat hij het nut ervan niet inziet. En ander managementteam geeft aan dat het niet zo moet zijn dat de bond op de stoel van de leiding wil komen zitten. Het heeft niks daarmee te maken. Toen oud-inspecteur Verhamme, waarbij hij naar de werkvloer heeft gestuurd, zodat men op de hoogte is, dat wanneer je gemuteerd wordt, dat er 6 weken van tevoren dat je op de hoogte wordt gesteld dat je gemuteerd zal worden. Je hoeft dan nog niet te weten waar je naartoe gaat, want dat stukje gaat de leiding regelen in samenwerking met de bond. Meneer Van Lobrecht die vindt dat een verificateur van de ene post naar de andere kan gaan en niet safe om over te dragen. Het kan nooit. Zelf binnen een particulier bedrijf, als je van post verwisselt, heb je altijd dingen die je moet overdragen. Dan kan je de mensen niet abrupt een brief sturen. En het ergste is de manier waarop de brieven zijn verstrekt. Dit hebben we voor het eerst meegemaakt binnen de dienst. Afgelopen vrijdag hebben bijkans 30 chefs via de dienstdoende bode brieven ontvangen. Dit is volgens de Vlucht op een heel mensontwaardige manier gebeurd, omdat mensen over straat, laat 's avonds thuis, bij het winkelen en op hun werk de brief hebben ontvangen. Dit is niet de werkwijze, omdat het erop lijkt alsof je iets hebt begaan, zegt een verontwaardigde bondsvoorzitter. Ze schetst een situatie. Ik had toevallig een werknemer gevraagd om een brandstofbon voor me op te halen voor die dienstvoertuig. En ik rijd naar daar om het op te halen. En ik zie mijn mede-collega, voorin op straat in zijn auto zitten. Ik zeg, wat doe je nog hier? Nee, een bode bel me, wacht even aan mijn abonbriefje gimme. De loods sluit om 2:30, is die man nog voor die loods, want hij wacht op die bode en ik besluit ook te wachten. Ik kreeg dan op dat moment ook het schrijven van de leiding, ook het schrijven dat ze over zijn gegaan tot die mutatie. En dan lees ik ook dat die mutatie maandag ingaat, 20 augustus. En ik ontvang het dus om 4:00 middags. Ontvang ik dit. Ik neem aan, als ik niet toevallig daar was, dat ik het, ik weet niet hoe laat ik het zou ontvangen. En als ik het misschien pas vanmorgen zou ontvangen. En als ik kijk naar die hele lijst, dan vinden wij van het bestuur dat er niet transparant te werk is gegaan. Dat er sprake is van willekeur. En daarom zeggen we, hou je aan het mutatiebeleid. Is een stukje transparantie. Het is dan niet alleen de leiding die bepaalt. De bond kan erop toezien dat het transparant aan toe gaat. En we hebben als bond ook een klacht, ja. We vinden dat we niet op de juiste wijze worden behandeld door het hoofd van de dienst. En als je de dingen op de juiste wijze naar voren brengt, dan is het dat het lijkt alsof we op de oorlogstoer zijn. En het komt niet goed over bij ons dat we worden geschroot en dergelijke. Nee. Anno 2018 gaan we deze dingen niet toelaten. Joyce de Vlucht, voorzitter van de douanebond, die vandaag een spoed-ALV heeft belegd om te praten over de aangekondigde mutatie van bijkans 30 chefs van de douane. Na overleg met de minister van Financiën zijn de mutaties aangehouden. Hiermee is het beraad van de douanebond opgeschort.